dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon Go. En vandaag gaan we gewoon lekker weer een beetje Pokémonnetjes vangen, Pokémon eitjes uitbroeden vooral. En we gaan kijken naar het Halloween event wat ik gevangen heb tijdens Halloween. Dus... maar het eerste wat we gaan doen is deze gym uitdagen. Ik wil graag deze gym overnemen, een beetje coins verzamelen zodat we egg incubators kunnen gaan kopen. Zodat we, ja, de egg incubators hebben we gewoon nodig, zeg maar, om... voor als event zijn, zeg maar, is het, krijg je meer candies, dubbel candies. En ik verwacht nog weer een nieuw event tijdens kerstmis. Dus vandaar dat ik nu denk, als ik nu gewoon zorg dat ik alle muntjes alvast heb voor de egg incubators. En dan koop ik de egg incubators tijdens kerst. Dan kan ik al mijn eieren gewoon met dubbele candies uitbroeden tijdens het volgende event. Mijn logica. Ik vind hem vrij logisch zelf, maar hey, ik weet niet wat jullie ervan denken. Hoe dan ook, ik val hier samen aan met iemand anders. Ik geloof, dit is met dat buurjongetje waarmee ik wel vaker loop. Dus we gaan gewoon gelijk nog een keertje voor de aanval, want weet je waarom niet. Het enige wat gebeurt is een beetje een lap is een beetje gedamaged, maar dat maakt helemaal niks uit. Want we slaan gewoon deze Vaporeon knockout met onze Punchman. Let's go, let's go. Punch, 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 punch. Punch, 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 punch. Punch, 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 punch. En hier gaan we hoor, submission. We gaan voor de submission, kom op. Of, we slaan hem gewoon knockout. Ah, dat kan ook. We slaan hem gewoon knockout. Dat kan ook. We hebben helemaal geen speciale moves nodig. We slaan hem gewoon knockout. Nice. Tijd voor een evolutie. En nu vragen jullie af, hoe kom jij aan zoveel Pikachu candies? Nou, ik heb Pikachu als buddy, dus vandaar. We gaan nu lekker onze Raichu maken. Is weer een nieuwe Pokémon in de Pokédex. We beginnen echt heel dichtbij het einde van de Pokédex te komen. Dus dat vind ik best wel heel erg nice. We hebben nog Pokémon als Gengar nodig en de Nidoking. En natuurlijk de regionale Pokémon, maar die kan ik niet krijgen. Want ik kan niet zo even naar Azië vliegen of naar Amerika. Dus we doen het best goed volgens mij. Oké, er komt weer een ei uit. Laat het alsjeblieft wat goed zijn. Kom op, wees iets goeds. Een Gastly, hey, dat is niet verkeerd. Gastly's zijn nice. Gastly's zijn, we hebben de Gastly candies nodig voor Gengar. Dus ja, let... Oké, de eerste Pokémon die ik vang, die hoort bij dit event, is Cubone. Laten we kijken of we Cubone kunnen vangen. Ik bedoel, ik heb Marowak nog nodig, dus dit zou wel nice zijn als we hem nu kunnen vangen. Nice, Cubone is gevangen. Oké. Oh mijn god, we hebben hier een Gengar. We hebben hier een wilde Gengar. Oh, de tweede Pokémon die we tegenkomen, die bij het event hoort, is Gengar. Hoe? Jullie hebben geen idee hoor. Ik was zeg maar dus die Cubone gaan vangen. Zie ik een hele groep kinderen hier staan, hè? Ik hoor een van die kinderen schreeuwen, een Gengar, een Gengar, een Gengar. En ik ben ondertussen dus nog die Cubone aan het vangen. Maar ik kijk uiteindelijk eens om mijn radar, zie dat Gengar erop zit. Die kinderen trekken de sprint allemaal kant op, want ze denken dat ze weten waar die zit. Ik loop met het buurjongetje dus achter hun aan. Bam, een Gengar, oké. De CP is waardeloos, maar dat maakt me geen moer uit, want het gaat mij om een volle Pokédex. En laten we dat nou gewoon kunnen als we deze Gengar hebben. Gengar, alsjeblieft, Gengar, alsjeblieft, niet weg, niet weg. Ik heb je nodig voor mijn Pokédex, alsjeblieft. Ik smeek het je, Gengar, blijf bij me. Blijf bij me, ga nooit meer weg. Alsjeblieft, Gengar, Gengar! Oké, gooi deze Pokébal, gooi deze Pokébal. Gooi hem raak, oké. Nice, open, dicht. Kleurtjes en dingetjes op de grond, één keer wiebelen. Twee keer wiebelen. Drie keer wiebelen. We hebben een Gengar gevangen. We hebben een Gengar gevangen. Dit is... wauw. Oké, dit is geweldig. Dit is echt awesome. Gengar toevoegen aan Pokédex. Gengar toegevoegd aan Pokédex. Nice. Oké, we hebben al 70 candies zelfs. Dus als we nog doorsparen. Het is nu tijd voor nog een nieuwe Pokémon. We gaan kijken of we deze Marowak kunnen vangen. Ik heb Marowak. Hoe je het wil uitspreken, maakt mij geen moer uit. Werkelijk waar. Het is gewoon een Pokémon, die moet ik nog. Mijn moeder had hem al. Dus vandaar, als ik deze heb, weet je, voel ik mezelf gewoon weer beter, weet je. Dat kan ik me gewoon zelf weer goed voelen. Dus dat is een mooi iets als deze nou gewoon lekker in mijn ultrabal blijft zitten. Oké. 1. 2. Blijf zitten, blijf zitten, blijf zitten. Ah, kom op. Marowak. 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 Geëvalueerde Cubone. Sorry, dat was gemeen. Maar wie is Cubone's moeder, jongens? Wie is Cubone's moeder? Zet het in de comments. Oké, let's go. Let's go. Alsjeblieft, blijf zitten. Blijf zitten. Blijf zitten. Heb hem. We hebben een... gewoon twee nieuwe Pokémon achter elkaar. Gewoon twee nieuwe Pokémon achter elkaar. Kijk dan al die XP. Bam. Helemaal geweldig. Echt waar. Echt. Wauw. Ik zit hem helemaal te flippen hier, maar oké. Komt wel goed. Twee achter elkaar. Gaat ons dit lukken? Om gewoon twee dingen achter elkaar te vangen. Oké, we gaan voor de ultrabal. Let's go. Oh, wow. Kom op. Marowak. Is het Marowak of Marowak?
weet niet, de Engels, waarschijnlijk zal het op zijn Amerikaans Marowak zijn en op zijn Nederlands Marowak. Dus ik vind het allemaal prima. Kom op, Pokébal, Pokébal open, Pokébal dicht, naar de grond. Oké, wiebelen. Wiebelen jij, Pokébal. 1, 2, hebben hem, kom op. Marowak, alsjeblieft. Alsjeblieft, blijf zitten. Alsjeblieft, blijf zitten. Oké. Ik wil gewoon nog een Marowak. Dan hebben we twee Marowaks achter elkaar gevangen. Dat zou toch episch zijn? Of ben ik de enige die dat episch vindt? Ik vind het episch en het maakt me verder helemaal niks uit. Laten we het gewoon doen. Oké, blijf zitten. 1. Oh, nee. Hij gaat rennen. Hij is er nog. Oké, deze keer. Oké, we hebben een curveball. We hebben great. Als hij nou niet blijft zitten, weet ik ook niet hoor. Dan heeft hij wel een hele hoge reizen. Dan mag hij van mij weg. Ren maar weg. Ik hoef je niet. Ga maar weg. En we hebben genoeg kennis om deze Cubone te evalueren. Dus dat gaan we dan ook gewoon lekker doen. Let's go. Cubone. Je wordt nu ook een sterke Marowak. Marowak. Is het met een, als een E of een A? Marowak of Marowak? Ik vind het allemaal grappig. Helemaal mooi. We hebben gewoon nog een Marowak. Marowak. Het maakt niets uit. Het maakt echt helemaal niks uit. Oké, een 5 kilometer ei. Wat komt eruit? Hey, een Nidoran, dat is goed. Dat is een goed iets, want het is dubbele candies. En we zetten een Nidoran hebben we nog nodig voor een Nidoking. Oeh, we zitten op 73 candies al. Wauw, het gaat lekker zo. Lekker nog een paar meer en dan zijn we er gewoon. Gewoon nog een paar meer en dan hebben we gewoon onze Nidoking is dit, hè. Oké, dan zijn we hier nu met een Pinsir. Die heeft niks te maken met het hele event niet. Maar om een of andere reden verschijnt hij hier toch gewoon. Dus mij hoort niet klagen. Laat hem gewoon proberen te vangen, weet je wel. Het is op zich een hele goede Pokémon om te hebben, Pinsir. Dus, oké. Pokeball, nice hebben we. Oké, wiebelen. 1, 2, 3, 1. Ja, 2. Ja, blijf zitten. Ik heb echt zin om met iets te gaan gooien, maar ik wil niet met mijn telefoon gooien. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Pinsir, alsjeblieft. Kom op, man. Oké, en huppakee. Pinsir. Oké, we hebben een nice. 1. Die is een 2. We hebben niet eens... Ah, hij rent weg. Oké, doei Pinsir. Doei. Oké, er komt weer een ei uit. Laten we kijken of er deze keer wat goeds uitkomt. Alsjeblieft, laat het iets goeds zijn. Het is een 2 kilometer ei, maar wel dubbele candies. Dus alsjeblieft, geen ratata's. Ik heb me gejinxed. Het is mijn schuld dit. Het spijt me. Het is mijn schuld. Sorry. Hoe dan ook, als jullie genoten hebben van deze video, laat het dan weten met een like. Nog liever een comment natuurlijk. Het allerliefst met een subscribe. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Maar dan gaan we eerst even kijken tot wat deze Eevee evolueert. Laten we hopen op een Vaporeon natuurlijk, want dat zijn de sterkste in de gyms. Wat is het? Hey, en we hebben een Vaporeon. Nou, laat dat nou eens een keertje geluk hebben. Geluk zijn. Gelukkig hebben. Gelukkig. Ja. Doei!